De stad zal in de toekomst steeds drukker worden. En daarom gaat het college van burgemeester en wethouders samen met de bewoners en bedrijven een nieuw mobiliteitsplan maken. Groningen telt in 2035 naar verwachting 250.000 inwoners en krijgt er 15.000 extra arbeidsplaatsen bij. De regio krijgt juist te maken met bevolkingskrimp, waardoor de voorzieningen in de stad nog meer bezoek trekken. Een aantrekkelijke stad is gebaat bij minder auto's en meer duurzame vormen van vervoer. We zien veel meer autoverkeer en als we niets doen groeit het autoverkeer met meer dan 13%. Je ziet nu al dat het verkeer op sommige plekken vaststaat. En dat dwingt ons om in samenhang te kijken naar wat we willen met de auto, met openbaar vervoer, met de fiets. En starten we nu op. Niets doen is geen optie. Wat we in ieder geval willen is dat het autoverkeer een minder dominante plek krijgt, in ieder geval in de binnenstad. En dat de mensen meer gestimuleerd worden van het openbaar vervoer gebruik te maken en ook van de fiets. Dus daar kijken we in samenhang naar. Dus als er meer mensen uit de auto gaan in het openbaar vervoer, dat levert dat meer plek op straat, meer openbare ruimte. Maar dan moet het openbaar vervoer dat wel aankunnen. Een idee is om de stad binnen de ringweg op te delen in sectoren. In de binnenstad heb je het verkeerscirculatieplan. En dat is ook een term die ook wel in verband gebracht wordt met dit plan. Om de hele ringweg als vier sectoren in sectoren op te delen. Of als buitengrens van een sectorenplan te houden. Dat is een mogelijkheid. Dat is een denkrichting. Dat analyseren we en daarover gaan we in gesprek. Het omstreden plan voor het Oosterhammerik-tracé is hiermee nog niet van de baan. We analyseren zeg maar vier denkrichtingen waar het heen zou kunnen. Een sectorenmodel is er één van. Een doorwaadbare stad, dat je overal 30 kilometer rijdt, is een ander model. Er zijn vier modellen. We kijken ook het effect van een Oosterhammerik-tracé. En wat voor type Oosterhammerik-tracé? Is dat dan een doorgaande weg met 50 kilometer? Of is dat een erfontsluitingsweg, zoals het heet, van 30 kilometer per uur? Alle opties komen voorbij. Bewoners en bedrijven krijgen de gelegenheid om te reageren en suggesties aan te dragen. En halverwege volgend jaar wordt de mobiliteitsvisie gepresenteerd.